In Coroni wordt sinds zaterdag 30 juli 9% van de huishoudens voorzien van elektriciteit, afkomstig van een zonne-energiecentrale. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi opende de centrale die rond 1300 kilowattuur aan energie produceert. Door dit hybride systeem wordt het verbruik van brandstof in de centrale te Coroni gereduceerd. Na de ondertekening in 2019 voor de constructie van de zonnepanelencentrale met Sumec Group Corporation, werd in februari 2020 begonnen met de werkzaamheden. Het project ondervond echter vertraging door de pandemie. President Santokhi zegt dat de ingebruikname van de 300 kilowatt panelen centrale het nakomen is van de beloftes die de regering heeft gemaakt bij het volk. En dat is wat we beloofd hadden. Dat na die 2 jaartjes van zware investering in de herstel van de economie, in de herstel van die crisis, na beheersing van die COVID-crisis, na beheersing van die schuldencrisis, dat we over zouden gaan tot uitvoering van de verschillende projecten. En die komen nu goed op gang. En als we vandaag hier staan bij de launch van een zonne-energieproject, dan moet je dat plaatsen tegen de bredere achtergrond. Want wat is er precies gaande in de wereld? In de wereld is er een proces gaande dat er enorm veel uitstoot is van CO2-gassen. Volgens Marcel Eindhoven, technisch directeur bij de energiebedrijven Suriname, kan er met de zonnepanelen een behoorlijke hoeveelheid energie worden opgewekt. Voor onze ontwikkeling is elektriciteit een bijzondere voorwaarde. Iedereen die komt wil iets doen. Ja, eerste vraag, heb je genoeg stroom? Waar heb je die stroom? Waar is het? Ja, toch, want dat is het waarmee je ontwikkeling kan brengen. En vandaar dat de CDB ons die ondersteuning heeft gegeven door de tussenkomst van het ministerie van Financiën, dat we die fondsen konden krijgen. We hebben het plan opgezet, ze hebben het gecontroleerd. Er is een engineeringbureau ingehuurd, ook een Duits bureau, dat met ons gezeten heeft. En waar wij tekort kwamen aan kennis en kunde, hebben zij ons bijgestaan, ons gewezen op de nieuwere dingen die er zijn, zodat we dan een volwaardig project nu kunnen uitvoeren. Eerder is er ook een zonne-energiecentrale geopend in Nikeri. Eindhoven voorspelt dat door de komst van de zonnepaneelprojecten de energiemarkt volledig zal veranderen. Het project is gefinancierd door een leningsovereenkomst tussen de Caribbean Development Bank en het ministerie van Financiën.